Ja, we hebben toch nog iemand gevonden die na de wedstrijd hier kon komen. Roeland Spijker, aanvoerder van het Nederlandse team. 3 wedstrijden gespeeld, 3 keer gewonnen. Wat is je reactie? Ja, dat is hartstikke goed. Ja, vooral deze wedstrijd was natuurlijk... Ik denk dat niet veel mensen van tevoren hadden verwacht dat we zouden gaan winnen. Frankrijk heeft op het EK gespeeld, speelde een goed EK. En wij komen toch van een tijdje zonder EK. En ik denk dat we gewoon vandaag heel goed hebben gespeeld en gevochten als leeuwen met het publiek erachter. Ja, we gaan gestreden voor wat we waard zijn en gewonnen. Ja, gisteren de eerste 2 parten toch nog wel wat moeite met Malta. Daarna gaan jullie eroverheen. Frankrijk die meteen grote cijfers van Malta pakt. Hoe leefden jullie toen naar die wedstrijd van Frankrijk? Hadden jullie, dit had je niet verwacht, maar hoe gingen jullie erin? Nou kijk, we zitten al een tijdje in een traject dat we gewoon eigenlijk best wel veel progressie boeken. Al een hele tijd. Alleen we hebben nog niet echt veel officiële wedstrijden gehad waarin we dat hebben kunnen laten zien. En dan zie je dat tegen Malta, dat we wat een beetje zenuwachtig spelen. Hè, dat is toch één van de 2 wedstrijden waar het wel om gaat. We hebben de laatste keer dat we tegen hen speelden 10-10 gespeeld. En in het begin zat een beetje zenuwen, een beetje onwennigheid. En uiteindelijk pak je die wedstrijd redelijk makkelijk nog. Maar we zeggen al 2 weken tegen elkaar, of 3 weken, 4 weken, dat Frankrijk moet te doen zijn. En dat ziet misschien niet iedereen van buitenaf, maar wij zitten in een proces. En we zagen vorige week al tegen Duitsland dat we echt wel stappen hebben gezet. En dat komt er nu gewoon ook op een belangrijk moment in de officiële wedstrijd uit. Ja, wat je ziet is dat het bad goed vol zat de afgelopen dagen. Dat was ook al in de voorbereiding tegen Turkije en tegen Duitsland zo. Merken jullie daar veel van in het water? Ja, tuurlijk. Na elk doelpunt wat we maken gaat het hele zwembad los. En dat is gewoon, dat geeft die extra adrenaline kick, waardoor je gewoon nooit moe wordt. En dat is gewoon fantastisch om voor zo'n publiek te spelen. Spijker, van harte gefeliciteerd. En we hopen op het beste resultaat voor Oranje. Dankjewel. Yo. Hoi, ik ben Willem-Wouter Gerritsen en ik ben de coach van UZTC. UZTC zendt als enige in Nederland bijna iedere week live Eredivisie Waterpolo uit. Als je deze video nou leuk vond, vergeet je dan niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En wil je echt nooit meer een livestream event missen? Zet dan de e-mail notification aan op onze subscription box. Dat is een naar woord, maar deze was goed, hè? Subscription box. Ja, dit kent toch niet, joh. Hoi, ik ben Willem-Wouter Gerritsen en ik ben de coach van UZTC. We kunnen dit ook gewoon niet, hè? Hoi. Misschien was het anders. Hoi. Hoi. Als je deze video leuk vond, vergeet je de... Als je dit ooit ergens publiceert... Dan doen we het ook gewoon. Was dat hem?